Onlangs is er een nieuw opgericht brandweerspecialisme opgezet in Nederland. Er zijn 5 teams ingericht om specialisatie en hulpverleningstaken op te pakken. 1 van deze teams heeft als standplaats de kazerne Beusichem gekregen. Deze 5 teams bestaan uit ongeveer 28 brandweerlieden die een aanvullende opleiding hebben gehad op het gebied van zware hulpverlening. Na een alarmering rukken 9 van deze personen uit naar de plaats van het incident. De teams worden ingezet bij complexe incidenten waar treinen en ingestorte gebouwen en tunnels bij betrokken zijn. Vaak gaat het daarbij om voorvallen die meerdere uren duren. De hoofdtaak richt zich op de redding van betrokken slachtoffers. Een andere belangrijke taak is ervoor te zorgen dat andere hulpverleningsdiensten veilig kunnen werken. Ieder team heeft hiervoor speciale apparatuur ter beschikking. De radio aanstaan, je was je tandjes aan het poetsen en aan het scheren, hoorde je al dat er in het stadje Beerlo zich een incident heeft voorgedaan. Ja. Want rondom die tijd is er op het industrieterrein bij de bosbuurt een grote explosie geweest. En even later gingen jullie piepen. Nou, vanmorgen heeft hier een grote explosie zich voortgedaan, rond 6 uur vanmorgen. Daar heeft de lokale brandweer aangegeven dat zij het niet alleen af konden. Er waren meerdere slachtoffers, meerdere mensen onder het puin. En daarvoor is het specialisme technische hulpverlening voor gealarmeerd. Nou, we hebben meerdere panden, meerdere woningen, bedrijven die zijn ingestort, waar mensen onder het puin liggen. En onze opdracht is om deze mensen te lokaliseren en ze uiteindelijk te bevrijden. Meneer, we komen eraan. Hier kun je doorheen kruipen. Trek hem eens heel langzaam iets naar buiten, dat we beeld hebben van hoe dat er binnen is. Specialisme technische hulpverlening is een nieuw specialisme binnen Brand Nederland. En die houdt zich voornamelijk bezig met het zoeken en het redden van mensen onder puin, onder brokstukken, om ze in ieder geval daar weg te halen. 5 teams, 5 teams verspreid over heel Nederland. In Gelderland Zuid, STH Midden is daar één van.